Ik ben Jurgen Delnaat, ik ben acteur en in deze film zal ik het personage Noah Vogel spelen. Ik ben Daisy Ip en ik doe de regie van de kortfilm Onaurofrenia. En ik heb het scenario geschreven en ik ben ook actrice en ik speel ook mee in de film. Ik ben eigenlijk levenskunstenaar. Ik probeer van het leven een feestje te maken, dus ik probeer van alles kunsten te maken. Als je droomt, dan is het precies naar een film kijken. Maar dan naar een film van je eigen leven, waarin heel je verleden en je heden en je toekomst allemaal samenkomen. Daarnaast maak ik props, decors en decoratiewerk voor films, stands en dergelijke meer. Lucide dromen zijn eigenlijk dromen die je bewust meemaakt. In een droom besef je dat je aan het dromen bent. En dan word je eigenlijk zelf de regisseur van je eigen droom. En wat gebeurt er eigenlijk? Een deel van je hersenen wordt teruggeactiveerd terwijl je in de remslaap bent. Daardoor zie je alles als precies alsof het echt is. Wat vind ik van dromen? Ik vind eigenlijk als je in een droomwereld zit, vind ik het bizar hoe je alles voor werkelijkheid aanneemt. En dat is het ene moment zit je in een kroeg en dan vervolgens zit je op een schip. Maakt niet uit, want dat heeft niks met die kroeg te maken, maar dat accepteer je. Dus je accepteert heel veel in een droom wat je in de werkelijkheid nooit zou accepteren. Dat vind ik heel erg leuk aan dromen. Soms zijn dromen heel erg leuk. En dan wil je verder dromen, omdat het heel spannend en is meestal wel in de erotische hoek, moet ik eerlijk zeggen. En dan wil je eigenlijk dat die doorgaat en dan word je wakker en denk je, fuck, ik wil terug naar die droom. Dromen zijn voor mij de plaats waar de dingen samenkomen, waar ik de dag die voorbij is kan verwerken, waar ik wat er is gebeurd kan samenbrengen, waar er nieuwe verbanden ontstaan, waar de wereld misschien net iets maakbaarder is dan in de realiteit. En die maakbaarheid heeft dan weer een invloed op de echte wereld, de zogenaamd echte wereld. Ik krijg ook fantastische ideeën tijdens mijn dromen. Die schrijf ik dan op. En die ideeën blijken de volgende dag bij het ontwaken ook heel creatief te zijn, inzetbaar, bruikbaar. Ik heb heel veel zin om aan dit project te beginnen.